Goedendag, het wordt een warme middag. De temperaturen lopen op tot ruim boven de 20 graden. Lokaal kan het zelfs in het zuiden en zuidoosten misschien wel zomers warm worden. Op veel plaatsen begon de dag ook mooi, maar in de noordelijke helft van het land was toch ook vaak veel bewolking aanwezig. En vanmiddag zijn er dan ook wolkenvelden en opklaringen. En morgen krijgen we toch echt wel even te maken met een dipje. In de middag passeert er dan een storing en die zorgt voor buien. Later in de middag moet het vanuit het westen droog worden en opklaren. En dan komen we ook echt duidelijk in koelere lucht. En dan zal de temperatuur de dagen nou ook niet meer zo hoog zijn. Wel overwegend droog weer, want vanuit het zuiden komt een hoge drukgebied naderbij. En dat zorgt er toch wel voor dat de meeste buienactiviteit onderdrukt blijft. Zeker in de zuidelijke helft van het land verwacht ik een aantal droge dagen na dinsdag. Nou, vanmiddag is het ook droog, bij temperaturen in het noorden van zo'n 21, 22 graden. Daar vaak veel bewolking. En naarmate je meer naar het zuiden gaat, krijgt de zon ook wat meer ruimte. En dan zien we ook in het zuiden temperaturen van 23 tot lokaal 26 graden. Waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond is het rustig en ook vannacht is het nog rustig en ook erg warm. De minimumtemperatuur tussen de 15 en 20 graden. Bijzonder zacht zal het zijn. Het zal goed te merken zijn in de slaapkamers. Wat de wind betreft, ja, die blijft uit zuidelijke richtingen waaien. Is matig en gaat dan in de ochtend morgen aantrekken op nadering van die buienstoring. In de middag draait de wind uiteindelijk naar het westen tot noordwesten. Als die buienstoring gaat passeren, en dat zal zo in de eerste helft van de middag zijn... Dan uh, kunnen er ook wel windstoten voorkomen bij die buien. Misschien wel windstoten van zo'n 75 kilometer per uur. In de tweede helft van de middag vanuit het westen steeds meer opklaringen, maar blijft nog wel een enkele bui mogelijk. En in de ochtend is het eigenlijk warmer dan in de middag, want 's middags is het 18, 19 graden. In de ochtend kan het nog lokaal 20 graden zijn. En dan de dagen erna, nou droge dagen zoals het er nu uitziet. Woensdag, donderdag en vrijdag temperaturen van zo'n 17, 18 graden. En dan in het weekeinde, zoals het er nu voor staat, gaat de temperatuur weer omhoog. En krijgen we weer nazomerdagen. Nog een fijne dag.